gaan we de controle in de auto doen. Ik ga alles vertellen over wat er in de auto aanwezig is. Hoe je de stoel moet afstellen. Hoe je stuur moet vasthouden. Hoe je moet sturen. De koppeling, de pedalen onder. En alle knopjes. Ik ga het je nu laten zien. We hebben hier onder drie pedalen. De meest linkse pedaal is het koppelingpedaal. Ernaast is het rempedaal. En meest rechtse is het gaspedaal. Dat zijn de drie pedalen. De koppeling, de linker, bedien je met je linkervoet. En de overige pedalen bedien je de rem. En het gas bedien je met je rechtervoet. Nou, hoe stel je de koppelingspedaal af? Je trapt met de bal van de voet, de voorkant van je voet, trap je hem in. Je zet de hak op de grond. En dan moet de hak op de grond blijven. Je been moet liggen bogen zijn. En dan moet je hem eigenlijk zo op kunnen laten komen. Of een beetje over de mat meeschuiven. Als je maar contact heeft met de grond, waardoor je hem dan beter aanvoelt. De rechter, of middelste pedaal was het rempedaal. Ook daarbij de hak op de grond. En dan kun je ook het gaspedaal indrukken. Het afstellen van de stoel. Je moet je armen liggen bogen hebben aan het stuur. De stuurhouding is zo kwart voor drie. Allebei de handen aan het stuur, duimen op het stuur. Op het moment dat ik het zo heb, of ik stuur zo, ik zou tegen een stoepbank komen, wordt die met kracht weggeslagen, waardoor je duim of pols kan breken. Dus beide handen stuur, armen liggen bogen, duimen op het stuur. Voldoende steun op je bovenbenen en op de rug. En dan je been liggen bogen. Dat is belangrijk bij het afstellen van de stoel. De hoofdsteun, als je het knopje indrukt, kan hij omhoog en omlaag. Hij moet tot de bovenkant van je hoofd zitten. En die voorkomt bij een aanrijding een wiplus, nekletsel. Je kan bij deze auto ook de hoofdsteun naar voor of naar achteren bewegen. Naar gelang je het hem prettig vindt zitten. De stuurkolom, die keer door aan deze hendel naar beneden te trekken, kun je hem naar voor, naar beneden of meer naar achteren doen. En dan kun je hem zo afstellen dat hij voor jou het beste staat. En daarna doe je hem weer vastzetten. Nooit onder het rijden. Je hebt twee manieren van sturen. De eerste manier is dat je het stuur door je handen doorschuift. En de tweede manier is dat je gewoon over je handen heen pakt. Dat zijn de twee manieren van sturen. Zorg wel dat altijd je handen breed aan het stuur blijven. Hier hebben we de verlichtingsknop van de auto. Hij staat nou op nul, hij staat dus uit. Doe ik hem één keer draaien, dan hebben we de automatische stand te pakken. Overdag is dat dagrijverlichting. Kom je in een tunnel, wordt het donker, dan zal het automatisch het dimlicht worden. Eén nadeel is als het mist is. Op het moment dat er mist is, dan zal je voor de dagrijverlichting hebben. Maar achter heb je geen verlichting dan. Dat is nooit met dagrijverlichting. Alleen aan de voorzijde. En dan zou het gevaarlijk zijn. Dan zou ik mezelf voor kiezen om daadwerkelijk op het dimlicht te zetten. Eentje verder is de stand van stadslicht, achterlicht, kentekenverlichting. Zo mag ik niet rijden op de weg, dus ik doe hem één verder. Het is dimlicht. Het is een normale verlichting die je met slecht weer of 's avonds moet voeren. Door één keer aan de knop te trekken, krijg je de mistlichten voor in de bumper. Trek je er nog een keer aan, krijg je mistachterlicht. Dan zal op het stuur hier het tekentje van het mistachterlicht verschijnen. De richtingaanwijzer die zit aan deze zijde. Omlaag zet je hem naar links aan. Er zal bovenin het beeld ook een knipperlicht naar links staan. Duw hem omhoog. Dan zal het knipperlicht naar rechts gaan. Duw die hendel naar je toe. Dan kun je seinen. Dan zal je zien dat onder een blauw tekentje te zien zal zijn. Zet je van je af. Blijft hij aanstaan. Nou, hier heb je het blauwe lampje. Dus functielampje van het grootlicht, hè? Ja, dat is dat. De ruitenwissers aan deze zijde. Eén keer wist hij eenmaal. Zet ik hem eentje omhoog. Dat is de interval. Die kun je instellen in langzaam of sneller. Nog eentje omhoog doet hij normaal. En nog één gaat hij op zijn snelst. Van je af doet hij het achter.
En duw hem terug. Zet je hem uit. De cruise control. Deze auto heeft Adapt Cruise Control. Ik ga even uitleggen hoe het werkt. Ik rijd zo dadelijk nog naar de snelweg. En dan ga ik laten zien hoe het ook daadwerkelijk werkt op de snelweg. Hier zet je hem aan. Hier zet je de snelheid vast. Bij het plusje doe je 10 omhoog. Doe je 2 keer drukken, gaat hij dus 20 omhoog. Bij het minnetje gaat hij 10 omlaag. Druk je terwijl je rijdt nog een keer hierop, dan zal hij eentje omhoog gaan. En bij de onderste zal hij 1 naar beneden gaan. Op mode. Op het moment dat ik hierop druk, begrens je hem. Druk ik er nog een keer, zet ik de cruise control uit. Zodra ik de rem aanraak, zal die er ook af gaan, de cruise control. Je kan wel overschakelen naar zijn 5 of naar zijn 6. Dan zal hij het gewoon blijven doen. Nou, ik had beloofd dat ik het Adaptive Cruise Control zou laten zien in werking op de snelweg. Ik zet hem aan op RES. Ik druk de snelheid vast. Hij is nu op 111. Hier ga ik 10 omhoog. Dus ik zit nu op de snelheid die ik mag rijden, 120. Ik doe hem even 2 keer aantikken. Dan rijdt hij 140 wanneer hij mag. Maar je ziet, de snelheid die gaat niet omhoog. Die blijft zo rond de 110, 111 staan. En dat heeft te maken omdat ik hem hier op dit knopje heb ingesteld. Zou ik hem in, ik heb nu op veel afstand. Ik kan hem ook natuurlijk korter doen, maar ja, dan wordt het gevaarlijker van. Op het minnetje gaat hij steeds 10 naar beneden. Dus ik zit nu op 120 waar ik mag rijden. Druk ik nog een keer op RES, gaat hij er 1 omhoog. Dus ik zit nu op 123. Ik heb 3 keer gedrukt. Druk ik nog 3 keer, dan gaat hij er weer af. Hiermee. Airbag, stuurbekrachtiging, centraal waarschuwingslampje, motormanagement, de toeren tellen, tussen de 2 en 2.500 toeren moet ik schakelen met een dieselauto. De temperatuur van de motor, 90 graden is bedrijfstemperatuur. Dan heb ik aan de rechterzijde de kilometerteller. Nou, 1 wegrijden, 20, 2, 40, 3, 60, 4. Dat is normaal gesproken. Je ziet hieronder de brandstofmeter en het tankje met een pijltje. En dat betekent dat de tankklep aan de rechterkant is. Bij deze auto kan ik kiezen of ik de navigatie hier midden in het dashboard zet. Of dat ik hem aan de rechterkant op de navigatie gewoon zet. Het waarschuwingslampje. Wanneer gebruik ik het waarschuwingslampje? Op het moment dat je als laatste auto in de file staat. Bij gevaar, bij een ongeval. Wat gebeurt er? Voor en achter gaan de lampen knipperen, waardoor je opvalt in het verkeer. Nou, alles wat met airco en met het, de lucht in het interieur te maken heeft, staat hier zo. Je kan de temperatuur instellen door aan de knop te draaien. Dit is het voorraam. Wanneer gebruik je dat? Nou, in de winter- of herfstperiode heb je een hogere luchtvochtigheid. Als het raam aanslaat, een keer hierop drukken, waardoor hij harder gaat blazen voor en heel ontwazend dan het vooruit. Vierkant is altijd achteraan. Dan heb je hier de voeten. Naar voor, naar beneden. Kun je al die knopjes hier open doen. En dit circuleert hij alleen de lucht binnen op het moment dat het buiten stinkt. Automatische stand. Bij deze auto kan ik het ook op het navigatiesysteem display kan ik alles regelen. Dus dat is mogelijk. Dan kun je hier elektronisch alles instellen. De airco. Maximale airco. Ik kan de knop gewoon ronddraaien. Maar automatisch zal hij het veel makkelijker doen. Deze heeft een elektronische handrem. Naar boven zet ik hem erop. Het eraf halen kan op 2 manieren. Ik kan de rem indrukken. En ik druk op het knopje, dan gaat hij eraf. Of de andere mogelijkheid is, op het moment dat ik... Ik zal hem heel even starten. Op het moment dat ik hem in zijn 1 heb, ik geef gas en ik laat de koppeling opkomen, gaat hij er automatisch af. Auto hold, dat doet hij op een helling. Hij onthoudt dan de laatst gemeten remdruk en ik hoef alleen weg te rijden. Aan de rechterzijde, mode, dat is de instelling van het onderstel van de auto. Ik kan hem
in diverse vijf verschillende standen instellen. Maar ik kies ervoor sport omdat ik dat een fijne stand vind. Dit is het start-stop systeem. Hoe werkt het start-stop systeem? Op het moment dat ik de auto in neutraal zet. Ik laat de koppeling los, dan zal de auto stoppen. Hij slaat niet af, maar hij stopt. Op het moment dat ik de koppeling intrap, dan zal hij automatisch weer aan gaan springen. Dus eigenlijk voor het milieu. Dan hebben we hier de knop voor de sensoren. Ik heb hem ingeschakeld nu. Dan zou je zien de auto met de sensoren eromheen. Op het moment dat ik hier rij, hier iets tegenkomt, dan zal hij zachtjes gaan piepen, een beetje geel. Op het moment dat hij rood wordt, moet je stoppen, want dan zit je er bijna tegenaan. Mode, dat is de instelling van de auto, van het onderstel. Eco, comfort, normaal of sportstand. Of je stelt hem individueel in. En dan zal het onderstel zich aanpassen aan jouw wensen. Het start-stop systeem. Het start-stop systeem, wanneer gebruik dat? Ik kom bij verkeerslichten, een spoorwegovergang, een lange rij. Ik zet mijn auto in zijn neutraal. Dan laat ik de koppeling los en de auto stopt. Hij slaat niet af, maar hij stopt. Waardoor je ook geen verbruik hebt en geen schadelijke stoffen uitstoot. Dus eigenlijk voor het milieu bedoeld. Op het moment dat ik de koppeling intrap, zal hij het weer doen. Het achterste zijn de sensoren van de auto. En dan krijg je ook beeld. Hier zit je veilig. Piept hij langzaam, dan kom je dichterbij. Op het moment dat hij rood wordt, zou je moeten stoppen. Anders zit je er tegenaan. De schakelpook om te schakelen. Moet ik dus de koppeling helemaal intrappen. Er zit een neutraal stand op. Als ik die zo heen en weer kan bewegen, staat hij neutraal. Er zit ook een veer op. Op het moment dat ik naar links duw en ik laat hem los, valt hij altijd in de neutraal stand terug. De neutraal stand staat tussen de 3 en de 4 in. Om naar 1 te gaan, moet ik een weerstand overwinnen. Ik moet opzij en ik moet naar voren. In zijn 2 moet hij recht naar achteren. In zijn 3... onder geleiding rustig naar voren valt hij vrij, hoef ik hem maar rechtdoor te duwen. En zijn 4 is recht naar achteren. De 5 is helemaal opzij naar voren. En de 6 is helemaal naar achteren. De achteruit is indrukken opzij en naar voren. Nou, er zit een neutraal stand op, had ik al gezegd. Een veer, hij komt altijd in een neutraal terecht. 1 is opzij naar voren. 2 is recht naar achteren. 3 laat ik hem onder geleiding gaan, ik zet hem naar voren. 4 is recht naar achteren. 5 is helemaal opzij naar voren. En 6 is naar achteren. De achteruit is indrukken opzij naar voren. Nou, dit is de prestatiemonitor. Dat is een weergave voor sportief rijden. De digitale instrumenten laten real-time waarden over motorvermogen, temperatuur en acceleratie zien. Die via sensoren bij de wagen worden vastgesteld. Daarmee heb je als bestuurder een overzicht van de rijdynamiek. Nou, door hierop te drukken, dan ga je eigenlijk gewoon door het menu heen. Nou, de comfortgebruikers. Vanaf de start, wat je verbruikt hebt, hoeveel je gereden hebt. Heb je schadelijk of niet schadelijk gereden, geeft hiermee aan. De wagenstatus. En dan komen we weer bij het begin uit. Nou, het menu. Dan heb je allerlei apps waar je nog even doorheen kan gaan. En de navigatie. Even nog over de navigatie. Stel je wil hem instellen. Nou, druk je op nieuw rijstoel. Er staat al iets in. Nou, Nederland willen we zijn. Plaats in de bos. De trompet staat. Je kan het huisnummer kiezen. Je start hem. De routes worden berekend. En dan kun je bijvoorbeeld kiezen uit het middelste route. En dan geeft hij jou gewoon opdracht hoe je er moet komen. Het reisdoel uitzetten, aangegeven richting. Gewoon op de route drukken en dan routebegeleiding stoppen, is hij uit. Aan deze zijde heb je de ramen, links voor, rechts voor, links achter, rechts achter. Hiermee blokkeer ik hem achter. De spiegels, hij staat nou op spiegelverwarming, nou dat is niet nodig. De linkerspiegel, door het tegenaan te duwen kan ik hem verstellen. En aan deze kant de rechterspiegel. Hier hebben we nog het centrale vergrendeling van de deuren. Zo is hij dicht. Kan er niemand in. Druk ik hierop, gaat hij open. Of aan het handvatten gaat hij ook open. Vond je deze video leuk en nuttig? Geef een duimpje of een comment en abonneer op ons YouTube kanaal. Dan ben ik nu weg.
Doei!